jij dat je nog hoeveel dagen je nog te gaan hebt tot de Olympische Spelen van Londen? 4 keer 365, toch? Welkom bij Topzeilen TV. We zijn op de Deltaloid Open Nederlandse Kampioenschappen in Olympische Klasse. In Medemblik wel te verstaan. Want alle Olympische zeilers zijn weer terug uit China en varen hier op Nederlandse water op ons eigen IJsselmeer. En we gaan vandaag kijken hoe onze Olympische zeilers ervan afbrengen. Maar we kijken ook naar het talent uit het Volvo Talentplan. Want die hebben tenslotte nog 1412 dagen te gaan voor de start van de Olympische Spelen in Londen in 2012. We zitten in een Laser Radiaal. Dat is ook een Olympische klasse. En die is Olympisch voor vrouwen, maar die wordt hier op het ONK voor mannen en vrouwen gevaren. U ziet hier ook hoe extreem je moet sturen op die golven om een maximale winst eruit te halen. Je ziet hier Marit Bouwmeester golf op en golf af. Extreem afvallen met die golf mee. En nu weer kijken of ze de volgende golf mee kan pakken. Dus elke golf probeer je mee te surfen, het maximale uit je boot te halen. We praten met Marit Bouwmeester. Het gaat best goed, toch? Van gisteren was het wel wat anders, want dan voel je het wat zachter. Dus dan kan je wat meer tactisch en wat meer het spel. En vandaag was het wel... Maar je staat met 5 mannen in een veld met alleen maar mannen. Je bent de enige vrouw in de top 5, dus ik moet zeggen, petje af. Ja, maar ik wou eigenlijk graag ook de mannen verslaan, dus dat moet morgen nog even gebeuren. Jij mist op een haar na jouw kwalificatie voor Beijing. Was dat ook jouw plan om daarheen te gaan? Of, Ja, zeker weten. Dat was wel echt mijn doelstelling. Dus dat was wel balen. Ja, want maar uiteindelijk, nu moet het vizier op naar Londen dus. Ja, zeker weten. En morgen nog even die medal race winnen. Ja, morgen nog de mannen verslaan. Even die gasten verslaan, toch? Ja, ja toch? Ja. Ja. Succes morgen. Dankjewel. U ziet, en zo loopt ze ook in op de man Koppelaar die op kop ligt. Ben Koppelaar. Dus het is hier een strijd tussen man en vrouw met gelijk materiaal. En toch wint de man hier, Ben Koppelaar, wint het net van Marit Bouwmeester. Maar prachtige race, ook Bouwmeester laat hij weer zien dat ze van de vierde plekken komen tot een tweede plaats. En hiermee houdt ze haar eerste positie in het klassement zeker vast.